Heel het leven zie ik in TL-licht. En dat is hard, man. TL-licht gaat overal dwars doorheen. Er blijft ook geen illusie overeind in TL-licht. Mode bijvoorbeeld, ook zo'n illusie. Ik stond laatst in een kledingzaak en ik wilde gewoon een spijkerbroek hebben. Gewoon een spijkerbroek. En ik sta 20 minuten in die winkel, ik zie geen spijkerbroek die ik leuk vind. Dus ik naar die verkoper toe, ik zeg, heb jij misschien ook gewoon hele spijkerbroeken? Gewoon zonder gaten en scheuren, dan doe ik dat thuis wel, hè? En zei, ja, daar hebben we ook nog een rekje van. En ik loop naar dat rekje toe. En toen kwam ik erachter, inderdaad, die spijkerbroeken waren helemaal heel. Maar toen keek ik naar de prijskaartjes. En toen kwam ik erachter, die spijkerbroeken zijn goedkoper dan de spijkerbroeken die kapot zijn. Maar dat gaat er bij mij niet in. Hoe kan nou iets wat heel is goedkoper zijn dan iets wat kapot is? Of zit er een soort extra arbeidsvoorwaarde aan die potte spijkerbroeken waar ik niks vanaf weet? Het is een hele stam in Afrika die zingt gewoon op hun knieën van kom op jongens, weer een bestelling uit het westen, schiet nou eens op. Ja, maar anders snap ik het niet. En toch ben ik zo'n sukkel. Ik wil dan ook meedoen, een beetje stoer met mijn gaten en mijn scheuren door de stad heen loop. Ik ga enkel logeren bij mijn opa en oma, ik word er volgende wakker, overal appeltjes. En ze had gewoon gelijk. Ze zei, ja, ik heb ze helemaal kapot in, ik ben de nacht doorgewerkt. En ik... Het is zo moeilijk om alles in TL-licht te zien. Het is zo hard. Zo ongefilterd. Ik zit dan ook het journaal in TL-licht te kijken. Weet je, dat komt zo hard aan dan. Dan zit je het journaal te kijken en dan zie je weer een veel te kleine boot volgestouwd met Afrikanen die proberen de kusten van Europa te bereiken op zoek naar een beter leven. En onderweg kapseist het bootje, ze verdrinken en spoelen Afrikanen aan op stranden in Spanje, waar wij liggen te zonnen. Dat is toch een verschrikkelijk beeld. Daar hebben we met z'n allen heel hard voor gewerkt. Wat? Oh, ho, ho. In de brochure stond nog geen kwallen, maar dan verwacht je dat toch niet? Nee, en toen wilden we Afrika helpen, want we willen niet dat Afrikanen verdrinken. En toen dachten we, weet je wat, we geven ze gewoon een hele grote boot. Eentje die helemaal niet kan kapseizen. Ze mochten hem gewoon hebben, ze hoefden hem alleen maar even schoon te maken. Nee, worden we misselijk van. Denk, ja, kom op. Maar het moet toch een beetje van twee kanten komen? Ik voel me al zo schuldig dat ik in zo'n onvoorstelbaar rijk land leef. Ik lig soms in mijn bed 's avonds en dan denk ik, hoe krijg ik het ooit aan iemand in Ghana uitgelegd dat wij toiletpapier gebruiken met 3 lagen en absorberende kussentjes? Hoe krijg je dat uitgelegd aan zo'n man? Van, nee, dat is voor de bibs. Nee, 1 laag gaat er zo doorheen, dus 3 voor de bibs. En hebben we ook bobbeltjes voor het vocht zo, dat er zo in kan. We hebben er ook tekeningetjes op gemaakt, vonden we ook leuk. Leuke figuurtjes die zo, ja. Tekeningen ken je toch wel? Je hebt er vroeger als fosterparentskind al mooie tekeningen gemaakt. Daar hebben wij nu toiletpapier van gemaakt, ja. Ja, je snapt het niet, hè, maar dit product gebruiken wij voor na het poepen. Maar ja, om te poepen moet je eerst eten, dus ja, dit is een beetje lastig. Maar het is toch waar? Ik las laatst in de krant, er zijn nu evenveel mensen met honger op de wereld als dat er zijn met overgewicht. Dat is nu exact gelijk. Wat moet ik nou dan in vredesnaam tegen je zeggen? Qua kilo's zijn we in evenwicht? Ja, maar het is toch niet meer te verantwoorden hoe we leven? Zie je dan niet dat we zwaar de decadentie voorbij zijn?